Ik ga je laten zien hoe je de rechtsverdraaide tricotsteek kan breien. Hiervoor heb je nodig een bolletje drops muskat en naalden 3,5 mm dik van 40 cm lang. Bij de verdraaide rechte steek, normaal steek je in de voorste lus, maar nu steek je in de achterste lus. Je slaat gewoon om. Dus steeds in de achterste lus, zodra je natuurlijk aan de rechterkant aan het breien bent. Aan de goede kant. Dus in plaats van in de voorste, steek je in de achterste. En je steek draait eigenlijk gewoon een halve slag. De andere kant, de averechte kant, brei je alle steken gewoon averecht zoals je gewend bent. Dus dat is eigenlijk niks anders. Succes! Abonneer je op ons YouTube-kanaal voor nog meer filmpjes of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en kijk eens op onze blog.